Ga je gang, René. Ja, dankjewel, Mart. Zondag 19 september werd in Amsterdam het Holocaust Namenmonument onthuld. En ik mocht bij die opening zijn en ik heb daar met heel veel emotie rondgelopen. Ik liep daar rond en daar zat een oudere mevrouw die duwde een rolstoel, een mevrouw van mijn leeftijd. En daar zat in de rolstoel een nog oudere man. En ze vroeg aan die man, die keek ook naar de stenen waar die namen op staan van het Holocaust Namenmonument en hij wreef over een aantal stenen. En hij zei, niet zo heel veel, maar die vrouw die de rolstoel duwde, die zei tegen hem, paps, gaat het nog? En wat bleek is dat hij de namen streelde van zijn broers en zijn zussen en zijn vader en zijn moeder. En hij was de enige overgebleven van dat hele Joodse gezin. En het was een indrukwekkend om dat te zien. Het was ook voor mij in ieder geval vreselijk aangrijpend dat iemand van 80, 85 jaar op die manier in een rolstoel zijn familie moet ontmoeten. Tussen die ruim 100 en 2000 namen op dat monument staan de namen van 226 Joodse artsen en 73 Joodse medestudenten. En toen de KNG in 2016 door een collega werd benaderd of we wilden bijdragen aan dat Holocaust Namenmonument, hoefden we daar niet lang over na te denken. Samen met onze districten hebben we toen zo'n 299 namen geadopteerd. En hiermee wilden wij in gezamenlijkheid de omgekomen Joodse artsen en studenten eren en betekenis geven aan hun dood. Maar waarom vinden we dat na 75 jaar nog steeds belangrijk? In mei 1941, 80 jaar geleden, werd het hoofdbestuur van de NMG door de bezetter gevraagd om in te stemmen met een aantal eisen. En daaronder was de eis om in te stemmen met die Ausschaltung der Jüdische Ärzte, de uitsluiting van onze Joodse collega's, te accepteren. En het bestuur heeft daar destijds ongetwijfeld lang over nagedacht. Toch stappen zij op dat moreel hellend vlak door in te stemmen met deze eisen. En waarschijnlijk in de hoop daarmee het voortbestaan van de NMG veilig te stellen. En wanneer men dit besluit in juni 1941 publiceert, leidt het bij de leden al snel tot een storm van verontwaardiging. En massaal zeggen ze hun lidmaatschap op. En de artsenverzetsorganisatie Medisch Contact wordt opgericht. En de NMG wordt uiteindelijk op 19 december 1941 alsnog opgeheven. En het namenmonument is een herinnering aan hen die vermoord werden. Maar voor mij is het meer. Het is ook een herinnering aan het beschamend moment dat het hoofdbestuur van de NMG op dat hellend vlak stapte. Een donker moment met een lichtpunt, omdat veel dokters in die dagen dat niet deden. Aan dat alles wordt door dit namenmonument indringend herinnerd. En nu dit monument onthuld is, willen we er met deze reizende tentoonstelling aandacht aangeven en daarmee dus ook aandacht aan die artsen en medestudenten die zijn vervolgd, gedeporteerd, vermoord in nazi-concentratie en vernietigingskamp. En als federatie KNMG willen we door deze adoptie van die Joodse namen van collega's en studenten die hun namen levend houden. En we willen hiermee dit onheil, deze wond in de geschiedenis, dit litteken blijven tonen. Wat deze medemensen is overkomen had niets te maken met wat zij deden of dachten. Zij waren enkel slachtoffer van een ideologie, een mensonterend idee. En dit onvoorstelbaar onrecht kon plaatsvinden in een samenleving die vergiftigd werd door discriminatie en rassenhaat. Een samenleving die geregeerd werd door angst. Een samenleving waarin waarden zoals medemenselijkheid, respect en integriteit in het geding kwamen. En waarin twijfelachtige waarden als plicht, gehoorzaamheid en geboorterecht het schild sierde waarachter men zich kon verschuilen.
En dit monument is daarom ook vandaag een actuele oproep tot reflectie op onze menselijke waarden. Handelen we in het belang van de medemens of streven we lagere doelen na? En bij het afleggen van de artsen-eed beloofde iedere arts het belang van de patiënt voorop te stellen en zijn opvattingen te erbiedigen. En ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd, maar ook ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. En de eed is een morele toets waarin waarden als integriteit, respect en betrouwbaarheid de bouwstenen vormen om ons vak in vrijheid uit te kunnen oefenen. Want alleen een vrij mens kan een goed geneesheer zijn. En dit monument laat ons als een gebeiterd, blijvend litteken zien welke wonden er geslagen worden wanneer we ons begeven op het vlak dat ons wegleidt van die menselijke waarden. En daarom verdient dit monument met deze naam ook na 75 jaar nog volop onze aandacht. Want niet alleen ons handelen in het verleden verdient een morele toets, maar juist ook ons handelen van vandaag en dat van morgen. En laat dit monument ons blijven oproepen tot deze morele toetsing. En wanneer wij aan deze oproep gehoor blijven geven, dan betuigen we daarmee ook onze eer aan die vele, vele namen die het draagt.